Hallo allemaal, welkom bij mijn Wizard en vandaag gaan we verder met freeplay van het verhaal natuurlijk. Met Lego Harry Potter. Vandaag gaan we out of the dungeon. We hebben de vorige keer volledig deze, The Magic Begins, gedaan. Daar hebben we alles. En vandaag gaan we out of the dungeon verder. Welke characters zullen we eens gaan nemen? Wie gaan wij eens nemen? Wie gaan wij eens nemen? Als character. Laten we Mad Eye Moody nemen. Die klinkt ook. We nemen Mad Eye Moody. Let's go met Mad Eye Moody. Maar ja, zo, vandaag. Ja, vandaag. Wow. Dat was snel. Kijk, ik ga even het geluid voor mezelf wat zacht zetten. Die stond echt heel hard. Kijk, hier Wermeling. Die, die en die. Oké, die, die, die en die. Oh, character. Ron Girl Disguise. Oh, dat is van het tweede jaar vol. Is dat van het tweede jaar? Ik weet het niet zeker. Ik weet het niet eens zeker wat het is. Is het raar dat ik ben vergeten wat er hier is gebeurd eigenlijk? In dit verhaal, zeg maar. Ik ben echt letterlijk helemaal vergeten wat hier allemaal is gebeurd. Hebben we toevallig nu geen character met een dier? Oh nee, Hermeline heeft natuurlijk Crookshanks. Dat is ook zo. Zo. Ik kan me helemaal niks meer herinneren van dit verhaal eigenlijk. Tenminste niet van dit gedeelte van het verhaal en zo. Maar ja, dat zal wel waarschijnlijk weer aan mij liggen. Dankjewel. Oh, daar is de troll weer. Daar moeten ze ook echt een Lego set van maken van de troll weer. En gewoon het gevecht tegen de troll of zo, weet je wel. Dat zou wel tof zijn. Dat ze daar gewoon weer een set van maken. Want er is volgens mij wel een set geweest met. Oh, wat de hel? Oké. Oeh, ja, nice. Oké. Maar zover ik weet, is er wel een set geweest, zeg maar, die de troll erin had en zo. Want je kan de troll ook krijgen als een bepaald figuurtje en zo. Dus. Maar. Ja, ik heb voor de rest geen idee daarover. Dat is al een hele oude set als nog van vroeger. Van de eerste Lego series, weet je wel. Dus dat is al zo lang geleden. Maar ja. Hey, we kunnen dit draaien. Wat is dit? Oh! Nog een dingetje. Yay, thank you. Oh, ja, wie zijn billetjes van moet op de blaren zitten. Hebben we er echt niks mee kunnen doen? Dat is ook saai. Goed, maar ja, voor de rest. De nieuwe Lego sets trouwens, die zijn uitgekomen, zover ik weet. En ja, ik ben ze denk ik wel van plan even te gaan halen binnenkort, even te kopen. Ik ga even dus een goedkope plek vinden waar ik ze kan halen, zeg maar. Want er zijn er best veel. Ik wist gewoon dat je dat DMP, dat ze je er gewoon kon betoveren. Ja, ik ga denken op Brick Fever, dat die site ook weer heette. Toetsen. Oké. Nou, we hebben natuurlijk al een meisjescharacter. Kom, ik wil dat balletje erboven kunnen doen. Come on! Dat is nou niet aardig. Come on. Laat me dan dat ding doen. Oh.
Waarom zijn games altijd zo moeilijk aan mij? Ik wil gewoon zoveel mogelijk geld hebben. That's all I want. Hey, Harry in zijn Hogwarts kleding. Oké. Dat was het dus, oké. Nee. Dat, ja, thank you. Thank you very much. Dus ja, dan weten jullie in ieder geval ook dat ik dat in ieder geval ook ga halen binnenkort. En dan hebben we dat ook. Hey, nice. Oh, nee, wacht, dat is een man. Hallo, ik ben een kat. Thank you very much, Malede. Malede. Wel spannende muziek, hoor. Oh, een andere character. Thank you. Gaat goed zo, joh. Gaat heerlijk zo. Hop op de thee, joh. Wat gaat die doen? Zo, dat duurt lang. Maar we hebben toch fast magic ook of zo? We gaan het even opzoeken. Singing Mandrake, Fall Rescue is handig. Nee, 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 dat is allemaal aan. Stud Magnet aan, Regeneration Heart, Invisibility, ja. Die allemaal af, af, Christmas come off. Fast Dick, oh, je hebt geen Fast Magic? Alleen Fast Dick? Collecting Ghost Studs, Rick Detector, Invisibility. Oh, je hebt niet eens Fast Magic of zo? Ik dacht dat je dat ook had, joh. Ik wist het niet. Ik dacht dat je ook Fast Magic had. Waarom? Waarom is er geen Fast Magic? Zo stom. Ik weet niet meer wat, waarom niet. Heel raar. Heel raar en naar. Zo, daar komt mijn geld uit. Oh, nice. Hoppatee. Oh jee, oh jee. Ja, ga maar weg, meneer de troll. Oh, wat een spoelen. Oh jee. Oh. Nou, dat was student de barrel. Nice. Nou, daar kan je voor de rest niks mee doen. Oké. Okay. Kom maar op jij, ouwe pullenbakkers. Ah! Nou, gooi wat naar beneden. Oké, okay, dat is nummer 1. Nou, we hebben aardig wat al. Zo weer erbij. Oh jee, oh ja, dan gaat hij gooien naar me. Bam! Op je bakkes. En nu moeten we even een ding pakken hier. En... tada! Nou, hebben we dat even mooi gedaan? Wauw. Dat was heel simpel. Dat was heel simpel. Madame Malekin. Nice. En die hebben we ook volgens mij allemaal. Yeah. Ja hoor. House Crest hebben we ook oké. The True Wizard hebben we ook helemaal. We hebben heel veel geld. En de Golden Bricks erbij. Bam. Bam. En bam. Oh nee, toch geen bam. Oké, laat maar. Geen bam. Dan gaan we gelijk even die characters kopen. Red Bricks hadden we wel allemaal gekocht. Wel, als ik het goed had. Die hebben we volgens mij ook allemaal al. Dus ja,
Fast Magic? Echt dat de Fast Magic was. Maar blijkbaar was dat alleen digging. Nou, oké, okay, joh. We gaan voor nu in ieder geval lekker gelijk alle characters kopen. Want ja, je kan ze maar hebben. Hè. Je kan ze maar in huis hebben. Nou, hier hebben we Harry in zijn Hogwarts. Ik zei ook letterlijk Harry nog wel. Hier hebben we Harry in zijn Hogwarts. Hier hebben we Ron als meisje. En moeten we die mevrouw nog vinden? Nou, dan zou me niks verbazen als die helemaal achterin zit. Hier hebben we de Wemels. Een beetje het zwerkbalteam en zo. Studenten. Where is he? Where is she? Daar is ze. Madame Malkin. Oké, ja, voor de rest is er eigenlijk niet veel te doen op dit moment. Dus ja, jongens, ik wil je super erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie natuurlijk allemaal weer in de volgende video. En vergeet natuurlijk ook niet even te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Later!